Welkom bij weer een nieuwe video. Ik sta hier deze keer in het weiland nabij Bergen. Aan de rand van de Groene Weg. En hier de Bergen Ringvaart. En hier in de dijk bevindt zich een heel klein restantje van WO2. Wat ik eigenlijk zelf noem een mini-bunker. Of beter gezegd een uitkijkpost. Die hebben ze hier dus in de dijk gebouwd. Dan kon je dus hier omhoog. Tenminste, ik neem aan dat ze dat destijds ook zo deden. En dan denk ik dat hier wel ooit een soort van deksel opgezet heb. En dan kon je er hier dus in komen. Destijds natuurlijk een stuk beter als nu. En dan kon je ook nog helemaal daar naartoe. Onderin. Nou ja, ik hoef het eigenlijk niet te zeggen. Dat ging destijds natuurlijk ook een stuk beter als nu. Want het is helemaal dichtgegooid met aarde. En allemaal rommel. En er groeit van alles. Ik kan er dus niet in komen. Ik hoef hier ook niet in te gaan staan. Dat heeft weinig zin. Maar dit is dus nog zichtbaar. Als je goed oplet. En dat kijkt dan ook uit richting het vroegere vliegveld natuurlijk, daar verderop, waar ik al eens eerder geweest ben. En daar verderop het bunkerdorp. En daar aan de overkant staat er ook nog eentje. Maar die staat op privégrond. Daar ga ik niet zomaar kijken natuurlijk. Dit zal waarschijnlijk ook wel privégrond zijn. Maar ja, dit is heel makkelijk toegankelijk. Het hek ligt namelijk plat. En dat lag hier al een tijdje. Dus ik denk, ik ga eens even kijken. Ik had deze een tijdje terug gezien op Google Earth. En in het echt is hij me trouwens nooit opgevallen overigens. Ik heb hier vroeger in de vaart hier langs, heel vaak langs gevaren. Ik ben er ook nog wel op het ijs langs gekomen. Ik ben daar natuurlijk heel vaak langs gekomen. En dit ding is mij pas heel recent opgevallen. Nooit gezien. Dus, hij lag goed schuil zo. Een beetje tussen de begroeiing in. Ja, als ik hem natuurlijk in de winter goed opgelet had, had ik hem natuurlijk wel gezien. Het geluid wat je trouwens hoort, dat komt bij die molen vandaan daar, die zo'n opknappen zijn. Daar zijn ze al een behoorlijk tijdje mee bezig, een jaartje of 10 of zo. Ja, ze doen het heel gedegen. En dan reed ik hier dus langs. En dan zag ik hem dus niet. Nooit opgelet. Ik ga nou weer even teruglopen. Hier verderop in dit stuk land, daar ligt nog de fundering van een bunker. En een stukje buitenterrein. Ik zag daar iets van stenen liggen. En resten van beton. Dus even die kant op kijken. Laat ik ook nog even zien. Die is trouwens overigens ook vermeld op een bunkersite trouwens. Die fundering. Dat is hier dus. Nog heel duidelijk waarneembaar. En de stenen leggen er ook gewoon nog in. Er heeft waarschijnlijk een hele muur omheen gestaan en een dak erbovenop. En hier liggen dus al die stenen nog. Duidelijk zijn de contouren nog te zien hier. En daar had je een pad wat er naartoe liep waarschijnlijk. Dit is hem. Hier lag er dus stenen in. En die zijn blijven liggen. Ja, dat is tenminste hoe ver ik het zie. Ik denk niet dat die er later zijn ingelegd en dat de bunker gesloopt is. Ik denk dat de resten van de muren eromheen nog in de grond moeten zitten. Dit valt dus nog zeer duidelijk op. Dat had ik ook op Google Earth al gezien. Maar ook nooit eigenlijk dat ik hier langs ging. Gewoon nooit op gelet. Want wat ik al zei, ik ben hier in mijn leven wat een keer langs gekomen. Zowel aan die kant als hier aan deze kant. Nooit gezien. Dit niet. En dat dingetje daar, wat nou amper waarneembaar is, ook niet. Maar ja, goed. Nu alsnog. Beter te laat dan nooit. Ik zou wel eens willen weten hoe die bunker eruit gezien heb hier stond. Misschien net zoiets als die daar al. Ja, we weten natuurlijk allemaal wel hoe bunkers eruit zien. Maar wat voor model had deze? Wat voor type was het? Geen idee. Ik heb ook niet zoveel verstand van die types. Dus misschien dat iemand het weet. Wat hier gestaan heb. Misschien dat er nog foto's van bestaan. Ik heb ze zelf niet gevonden. Maar misschien zijn ze er nog. Nou, daar verderop heb je natuurlijk het bunkerdorp waar ik al geweest ben. En daar natuurlijk aan de andere kant, bij het voormalige vliegveld. Ja, daar ben ik al veel geweest. Dit terrein heeft dus een zogeheten horizontale poort. Het nadeel aan die dingen is dat ze niet zo goed beveiligen. Vandaar dat ik deze video ook heel makkelijk kon maken natuurlijk. Je stapt er zo overheen. En we zijn alweer thuis. De locatie die ik bezocht, die kwam eigenlijk gewoon spontaan in me op. Ik denk, daar ga ik eens even heen. Ik had het gezien zo thuis op de pc. Ik denk, dat moet ik in het echt zien. Heb ik gedaan. En dit zie ik ook in het echt. Dan moet ik eens een keertje wat aan doen.
Ik denk dat het helemaal opnieuw bekleed moet worden. Nou ja, goed. Dan heb ik in ieder geval weer iets om even voor te sparen. Ja, of ik heb het wel. Maar ja, goed. Je hebt geld voor nog meer dingen nodig. Dat gaat er in ieder geval ook nog aan komen. Ja, dus een nieuwe bekleder zoeken. Of misschien is er nog wel een tweedehands buddy te vinden. Nou, kijken wat het goedkoopst is. We gaan het allemaal zien. Dit was hem weer voor dit keer. Hij staat hier in de schuur. En ik ga weer even een bakje doen. Het was weer een niet al te lange video. Er komen weer langere video's aan. Ik ben met luilakken, met de Pinkster ook nog wat van plan. Maar daarvoor natuurlijk ook nog van alles en nog wat. Het is nu in ieder geval prachtig weer. Het was prima weer voor een rondje. Als je dagen krijgt dat het heel heet wordt, hè, zomers, dan is het hier altijd lekker fris. Dan zou je hier bijna eigenlijk je stoeltje neerzetten. Maar ja, dan zit je iedereen natuurlijk weer in de weg en krijg je dat weer. Ja, ja, alle voordelen op zijn nadeel. Maar dit is een lekkere frisse ruimte. Het hele jaar door dezelfde temperatuur. Zomers hetzelfde als in de winter. Oh ja, het zal misschien iets schelen. En de lamp is weer kapot. Maar dat vind ik niet erg. Ik zie het even goed wel. Ik heb niet altijd overal een lamp voor nodig. Ik bedoel, op die verlaten locaties waar ik kom, daar branden vlichten tenslotte ook niet meer. Dus hier ook niet. Ja, sommigen noemen het dan meteen al te donker. Nou, die verlaten locaties waar alles dichtgetimmerd is, zoals zulke ramen, dat is pas donker. Valt dit nog wel mee hoor. Durf dit geen donker te noemen. En dit helemaal niet. Ik ga hem hier weer afsluiten en ik zou weer zeggen, tot de volgende!